Ik haal Cindy Tiemann er even bij. Goedemorgen, Cindy. Goedemorgen. Want ik wil het over je parcours hebben, maar je moet mij een beetje tegenspreken als het niet klopt. Want je hebt voor je 37ste toch alleen een ander gedaan in je leven, hè? Ja, dat klopt. Je hebt in de drukkerij bezig gewerkt. Een avondcursus grafisch ontwerp zie ik hier bij Sintra. En dan ben je nu aan de slag halftijds als verantwoordelijke voor een webshop. Ja, dat klopt. En dat heeft je vooral geïnspireerd, denk ik, hè? Ja, dan had ik inderdaad zoiets van dat... Kan ik ook. ...is echt wel wat ik wil doen. Dat doe ik heel erg graag. En dan wil ik dat thuis ook wel doen. Ja, je hebt zelf een webshop gestart en daar had je ook een persoonlijk verhaal bij eigenlijk, hè? Ja, het gaat eigenlijk over autisme en ADHD. En nu is het ook zo dat wij dat redelijk in de familie hebben zitten. Is het waar? En nu ben ik aan het zoeken geweest, wat hebben wij nodig, waar hebben wij baat bij. En dat probeer ik eigenlijk op één plaats te zetten. En ja, dat het voor andere mensen ook gemakkelijker is om dat te vinden. En die plaats, dat is hartvooranders.be. Ja. Dat is een webshop. En ja, ik heb het hier nu voor mij staan natuurlijk. Ik kan mensen aanraden om eens te gaan surfen naar hartvooranders.be. Want daar zie ik vooral friemelartikelen op staan. Dat moet je eens uitleggen. Ja, dat is dat je bezig kunt zijn met je handen, terwijl je dan eigenlijk beter kunt luisteren. Bijvoorbeeld in de les. Mijn zoontje mag dat bij hem in de les hebben. En als ze dan zich wat vervelend voelen of zo, en dan friemelt hij daarmee. En dan kan hem eigenlijk zich beter concentreren op hetgene wat hij juist zegt. En dan kan hij... Alleen dan wordt ook vermeden dat er geen 20 potloden per dag kapot worden gebeten. Ja, natuurlijk. Dat ook. Want kauwen zit er ook bij, zo een paar specifieke. Dus echt zo van die dingetjes om op te knabbelen, om aan te friemelen. Om te kalmeren ook voor een stuk, vermoed ik. Ja, inderdaad. Ja. Hoe ben je daarbij gekomen? Oké, ja, de geschiedenis in je familie en zo. Maar hoe vind je al die dingen? Heel veel opzoekingswerk. En... we gaan ook naar een kinesist en daar krijgen we dan ook wel hulp voor. Dan zegt hij van, probeer dat eens. En dan zoek ik me op en denk, dat is wel interessant. En dan bestel ik dat. Ja. Ik heb die friemelkubus die erop staat. We hebben er zo 3 in huis. Dat is de fidget cube, heet dat geloof ik. Ja, dat is een succes, hè? Dat is echt prutsen. dat is heerlijk. Dus eigenlijk is het misschien zelfs iets voor iedereen. Niet alleen voor kinderen met ADHD en zo. Ja, ik heb het ook helemaal altijd bij mij. Zo een Rolly Polly, dat is iets nieuw. Dat ziet eruit als een fietsketting. En ik zit er eigenlijk continu mee. En het handige is dat ik nu mijn nagels niet meer kapot bijt. Voilà. Dus dat is een voordeel. Rolly Polly, ook nog eens heel fijne namen allemaal. Ja. Top. Zeg maar, wat is je ultieme doel met de webshop? Waar wil je naartoe werken? Ik wil gewoon zoveel mogelijk mensen helpen en daar uiteindelijk ook mijn centje mee verdienen. Dus gewoon daarmee bezig zijn, alles opzoeken, wat is leuk en wat kan ik zelf nog doen en maken en erop zetten. Dus, En zo ook mensen en kinderen helpen om wat zelfstandiger te zijn, hè? Ja, inderdaad. Ja, daar zijn bijvoorbeeld die veters bij. Die heb ik speciaal gezocht, omdat sommige kinderen die kunnen hun veters niet binden. En je vindt niet tot in de eeuwigheid met krikrak schoenen. Dus als je dan elastische veters hebt, is dat wel handig. Dan gaat het ook open en dicht en je moet zelf niet strikken. Ja, oké. Top. Het is misschien ook wel leuk om andere kerstboom te geven aan zo'n kindjes. Hè? Want het zien er allemaal heel leuke kleurrijke dingetjes uit. Dus ik denk dat ze dat ook graag krijgen. Ja, ik denk het ook wel. Ja. Er staan wel leuke dingetjes tussen. Er staat ook speelgoed en van alles bij. Ja. Dus, En dat is nu allemaal te vinden op de webshop van Cindy Tiemann. Hartvooranders.be. En wat is trouwens dan die andere webshop waarvoor je werkt? Dat is iets helemaal anders waarschijnlijk. Ja, dat is biosuperdeal.be. Om even reclame daarvan te maken. En dat is natuurproducten, thee, etherische olie en... die toestanden eigenlijk. Een natuurwinkel. Ja, klinkt ook helemaal niet slecht. Schitterend. Ja. Maar ik ga nog 1 keer vermelden, omdat het voor jou natuurlijk heel belangrijk is en voor heel veel kinderen en jongeren en mensen gewoon in het algemeen belangrijk kan zijn. Hartvooranders.be
Sport.be. Cindy Tiemann, mag ik jou daar ongelooflijk veel succes bij wensen. Dankjewel. Dag. Dag. Nathalie werkt.